Ik zou niet de gevangenis ingaan. Zeker niet als je mij aan het roer hebt. Yo kijkers van Marcel, zijn welkom terug bij een nieuwe aflevering van Prison Architect. Vorige aflevering hebben wij deze van The Grand gevoltooid. Nu moeten we alleen nog deze doen. Daar zitten we inmiddels op 37% van. We zijn hier zijn we nog mee bezig. En met die zijn we ook bezig. En ondertussen proberen wij gewoon alvast Grand nummertje 3 te voltooien. Nou ja, ik weet niet of Grant nummer 3 is, maar de celblok D gaan wij proberen te fixen. En dat betekent dus dat we eerst fence hieromheen gaan gooien. En dan gaan wij gewoon eens eventjes kijken of de boel een beetje goed zit. En dan gaan we dus dan ook direct deze eventjes weghalen. Zo. Zodat wij zometeen een pad aan kunnen leggen naar dit hier zo. Voor deze dingen. Ja. Ik weet echt niet hoe ik het moet noemen, maar dat maakt niet uit. We gaan ondertussen leggen alvast wat concrete neer. Klein beetje maar hoor. Klein beetje cement neergooien. Kan geen kwaad. Is alleen nog een ingang nodig. Dus wat doen we dan? Dan zetten we gewoon... Daar, zo zetten we een ingang. Hoppakee. Niks mis mee, toch? Nee, ik kan wel. En even kijken, kunnen we daaronder dan nog een gang van 3 gooien? Ik dacht het wel, hè? Volgens mij kon dat net. Ja, dat kan. Mooi, dan doen we dat ook nog. Zometeen. Hier helemaal erlangs. Hoppakee, zo. Kijk eens aan. Dan komen ze hier dus binnen met van alles en nog wat. Ja, dat wordt mooi hoor. Concrete. Zo. En dan... Daar zou nog wat neergooien. Hoppakee. En dan leggen we ondertussen ook al vast. Denk ik. Hier een rijtje van 3 neer. Daar naartoe gaat. 1, 2, 3... Zo. En dan gooi je daar gewoon paving stone overheen. Kijk eens aan. En dan halen wij natuurlijk gewoon simpel dit hier zo weg. Dat is dan niet meer nodig. Er staat bijna overal fans omheen, dus dat komt wel goed, denk ik. Jawel. En als ze zouden willen, waren ze al lang ontsnapt. Dus ja, ach. Ik zie het punt nog niet zo heel erg. Ik denk dat we ook even wat nieuwe prisoners naar binnen gaan halen. Dus intake. Want wij hebben natuurlijk plek voor 110 gevangenen. Maar we hebben maar 82. Dus dat betekent dat wij er nog 28 bij kunnen halen. Dus dat zijn er nu 28. Hoppakee. Oh, daar maken we eventjes 29 van. Gezien er net iemand vrij is gekomen. Tenminste, ik neem aan dat hij vrijgekomen is. Want anders zou het wel raar zijn. Dus ja. Het is wat met z'n allen. Ja, het is een hele hoop. Sowieso dat we dit allemaal neer kunnen gooien. Nu al. Dat is toch hartstikke fijn. Dat is echt hartstikke fijn hoor. Serieus. Dus, ik ben benieuwd wat er allemaal uitkomt, hoe de gevangenen gaan reageren. En als het nodig is, dan gooi je dus nog gewoon ergens een extra kantine erbij. Dus dat maakt niet zo heel veel uit. Dat geld hebben wij gewoon ervoor. Dus dat komt wel goed. Ja, dat... Ik heb er wel vertrouwen in. Sowieso heb ik wel vertrouwen in deze game. Deze game is echt zo leuk, vind ik. Ik vind hem echt heel erg gaaf. Dus dat belooft veel goeds. Wel moet hier een jail doorkomen. Dat vind ik wel even belangrijk. Want dan heeft hij ook direct een ingang. Dus kunnen ze zo meteen de boel gewoon direct opleveren wanneer het klaar is. Anders krijg je daar weer gezeik mee. En dat moet je ook niet hebben. Dus ja, dan weet je dat ook weer. Ja. We hebben nog gewoon 90.000 over, hè? Maar we moeten ook nog wel aardig wat cellen inrichten. Dus dat... Dat is wel een dingetje even. Maar dat maakt niet uit. Hoe ver zijn jullie?
Wordt er al wat opgeleverd? Zo ja, dan moet ik even de boel op pauze zetten. Want anders gaan jullie al direct al die lampen plaatsen en zo. En daar heb ik echt geen zin in eigenlijk. Dat vind ik niet zo heel erg fijn, want die lampen wil ik zelf plaatsen. Dus als ze mij dat gewoon laten doen, zou ik dat wel fijn vinden. Maar ja, dat, ze plaatsen automatisch lampen, dus dat is best wel irritant. Hoe zit het trouwens met stroom? Oh, er kan nog wel een celblok bij op, ja. Dat is geen probleem. Nee, niet bepaald. Dat moet wel lukken, denk ik. Zo niet, dan is het best wel slecht, eigenlijk. Dus. Ja. Ik moet nu gewoon wachten. Veel wachten. Totdat ze klaar zijn met van alles en nog wat. Zoals die Foundation Education Course. Daar moeten we op wachten. Maar we moeten net zo goed wachten op de Superior Beds. Het is ook wel een klusje. En natuurlijk wachten totdat ze hier klaar zijn met alles en nog wat aanleggen. Dat is ook wel een interessante namelijk. Dus dat wordt nog wat. Het is wat joh, in de gevangenis. Werken en leven. Lijkt me allebei niet fijn daar. Dus een tip van Marcel. Ik zou niet de gevangenis ingaan. Zeker niet als je mij aan het roer hebt. Dat wordt een hel. Ja, serieus. Ik hou niet echt rekening met bepaalde mensen. Het is wel zo. Dus. Hoe nog meer mensen aan? Nog een bus van 7? Oh, geen 7. Dat is jammer. Dat betekent dat wij er... hoeveel nog kunnen... Nog 2. Ah, dan nemen we nog 2... Nog 2 mee naar binnen. Kan wel. Jongen, die werknemers die schieten ook niet op. Beetje doorwerken jongens, kom op. Jullie kunnen het wel. Ik heb er vertrouwen in. Waarom doen jullie nou zo moeilijk dan? Wat is er mis met jullie? Kom op, beetje doorwerken. Beetje doorwerken graag, dank u wel. Sneller. Dat kan sneller. Zucht. Duurt echt lang hoor met hun. Ik zit al 7 minuten te wachten en ik heb amper iets gedaan. Ja, het is wel zo. Gelukkig zijn ze bijna klaar. Oh, daar moet nog wat gedaan worden. En daar zie ik ook nog wat. Daar ook, denk ik. Ik zie nog zoveel, hè. Verschrikkelijk. Jongens, een beetje doorwerken. Waarom werkt ze trouwens ook echt in zo'n ontzettend onlogische volgorde? Oh, daar wordt wat opgeleverd, zo te zien. Er worden ook lampjes geplaatst. Daar wel. Dat gaan we maar eventjes niet doen. Daar komt gewoon een muur namelijk. Verder wordt er geen lampjes geplaatst. Dus, nou, succes. En wordt er alweer wat meer opgeleverd? Nope, nog niet. Ja, nu wel hoor. Moet je zien hoeveel lampen daar vandaan komen. Schrikkelijk. Zou ik ze gewoon bestellen? Kijk, 6000 euro aan lampen. Bijna 7000. Holy shit. Dat zijn er veel. Heel veel. Nou. Dan gaan we nu eens eventjes snel wat... die mag open blijven trouwens. Dan gaan we nu eens eventjes wat muurtjes plaatsen. Zoals daar komt een muurtje. Maar daar komt een net zo goede muur. En hier zo over die hele lengte ook. En, oh ja, hier trouwens ook. Dat is ook wel een handige. En hetzelfde geldt voor de bovenkant hier zo. Zo, kijk eens aan. Hoppakee. En dan doen we hier ook. Muurtje. 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 En hoppakee. Nog een muurtje. Daar zo ook. Ja hoor, dat gaat perfect. En hier nog eentje. Zo. Daar nog eentje. En daar ook nog eentje. Als jullie dat eerst eens eventjes neergezet hebben, dan praten we daarna wel verder. Hè? Jawel. En dan zou ik ondertussen zou ik de benodigde deuren erin zetten. Zoals daar. En daar. En daar.
En daar en daar. Is ook wel handig. Daar zo. Daar zo. Daar ook eentje. Ja, laten we daar ook maar eentje doen. Daar ook. En daar ook. En daar zo ook. Hetzelfde doen we voor de onderkant. Is net zo handig. Daar staat er al eentje. Zo, hoppakee. Daar nog één erbij. Daar eentje erbij. Daar nog één. En dan is dat klaar. Gaan nog wat staff doors toevoegen. Daar zo. Zo daar ook een. Ja, we doen hier sowieso ook eentje nog. Daar nog eentje. Daar nog eentje. Zo. Laten we dat eerst maar eens eventjes doen. Ik denk dat dat op zich wel handig is. Oh, en we zijn klaar met die... die shit. Hier zo. Dus dit wordt weer medium. Medium. En regime wordt weer gewoon simpel. Even kijken. Yard time hebben ze nu niet meer. Dus dit wordt yard. En dan wordt dat eat. Ho. Eat. Zo. En dan shower komt hier weer. Hoppakee. Succes ermee, jongens. Veel plezier. Jongens, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Druk even op dat duimpje omhoog. Zou ik super chill vinden. En dan zie ik jullie graag binnenkort weer terug bij een nieuwe aflevering van Prison Architect. En dan gaan wij hopelijk verder met een nieuwe grant. Namelijk de 200 cellen. Ja. Ik hoop dat dat wat wordt, jongens. Hartstikke bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag binnenkort weer terug bij een nieuwe aflevering van Prison Architect. Tot later.